Volgende spreker studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. En daarna was hij hoogleraar staatsrecht in Leiden en directeur van het programma Geschillenbeslechting van het E.M. Meijers Instituut. We kennen hem natuurlijk vooral als de nationale ombudsman tussen 2005 en 2014. Sinds 2014 maakt hij deel uit van de Europese Rekenkamer. Geef hem een hartelijk welkomstapplaus, professor Alex Groningen. De duivel die huist in de details. Als je een systeem wilt toetsen, dan kun je een algemeen verhaal vertellen over het systeem. Maar uiteindelijk gaat het erom, hoe werkt het nou uiteindelijk uit als het om de details gaat. En het detail wat ik hier bij u wil presenteren, is een mevrouw die overblijft nadat haar man is overleden. En zij regelt dan de papieren in verband met het overlijden van haar man. En dat doet zij, zeg maar, naar beste kunnen. Alleen een jaar later krijgt ze te horen dat de uitkering van haar man te veel is uitbetaald op de een of andere manier. En dat de afrekening niet goed heeft plaatsgevonden. En dat zij meer dan 4000 euro te veel heeft gekregen. En dat ze daarvoor ook een boete krijgt van hetzelfde bedrag van 4000 euro. Ik word met dit detail geholpen door de huidige ombudsman Frank van Doren, die vandaag een rapport heeft uitgebracht onder de titel Geen fraudeur, toch een boete. Het is een onderwerp waar ik mezelf ook mee bezig heb gehouden in de afgelopen jaren. Op een gegeven ogenblik werd ik getriggerd door een reclamecampagne. Het was min of meer een reclamecampagne van de uitvoerders van de sociale zekerheid. In het bijzonder van de Sociale Verzekeringsbank. Die een spotje toonde van oude mensen die moeten toch oppassen dat ze niet stiekem gaan samenwonen. Want dan kunnen ze hele ernstige boetes tegemoet zien. Toen ontstond er een enorme onzekerheid onder oudere mensen van wat is dan samenwonen en niet. Het bleek dat de Sociale Verzekeringsbank zelf geen antwoord kon geven op de vraag wat samenwonen is of niet. Maar wat ik me toen afvroeg was, dit is kennelijk een ernstig maatschappelijk probleem. Ik wil graag weten hoe vaak dit nu voorkomt. Dus ik heb toen de Sociale Verzekeringsbank opgebeld en gevraagd, kunt u mij de cijfers geven, de harde cijfers geven van de AOW-fraude door AOW'ers die stiekem gaan samenwonen. En ik heb die cijfers gekregen en toen heb ik zitten rekenen. En ik heb het 2 of 3 keer nagerekend omdat ik de uitkomst niet kon geloven. Namelijk het percentage van fraude door AOW'ers is 0,001%. Er is een wet tot stand gekomen die heet de Wet Aanscherping Sancties Beleid Sociale Zekerheidswetgeving. Deze wet introduceert zeer zware boetes en de weduwe die ik net noemde die 4500 euro boete kreeg omdat er iets mis was gegaan, die wordt vergezeld van vele andere Nederlanders. Bijvoorbeeld een WW'er die moeite had met het UWV duidelijk maken hoe nou zijn ingewikkelde werkpatroon in elkaar zat. En op een gegeven ogenblik het idee had dat het allemaal wel in orde was. Maar uiteindelijk concludeerde het UWV dat hij 25.000 euro te veel had ontvangen. En hij kreeg dus ook nog eens een boete van dat bedrag eroverheen. U ziet die bedragen, tenminste ik krijg het daar benauwd van als ik dat soort bedragen hoor. Zware boetes. Mijn vraag is, als deze wet er is, de wet aanscherping sanctiebeleid sociale zekerheidswetgeving, hoe komt het dat die wet is aangenomen? Een wet waarvan zo duidelijk was direct bij de invoering in 2013, want hij ging gelden in 2013, en nu met het rapport van de huidige ombudsman, nationale ombudsman, dat blijkt dat die wet tot stand is gekomen. Hoe kan dat nou? Hoe werkt onze democratie, hoe werkt onze rechtsstaat? Wat blijkt is dat
de Raad van State over dit wetsontwerp een negatief advies heeft uitgebracht. De Raad van State heeft precies gezegd wat u nu ook kunt aanvoelen, namelijk dat er geen noodzaak was voor deze wet, omdat die fraude zich helemaal niet zo voordoet. Dat is wel een wonderlijk gegeven. Ik heb op een andere plaats ook gekeken naar hoe zit het nou eigenlijk met fraude en corruptie in onze samenleving. Er is een eurobarometer verschenen, die kwam ik in Europa tegen, toen de Europese Commissie zich bezig ging houden met fraude en corruptie. Toen is aan Nederlanders gevraagd, hoe staat het met fraude en corruptie in de Nederlandse samenleving? En toen kwam het antwoord, het is wijdverbreid, zegt 62% van de Nederlandse bevolking. 62% van de Nederlandse bevolking zegt dat fraude en corruptie wijdverbreid is. Als vervolgens de vraag wordt gesteld, bent u persoonlijk geconfronteerd geweest met fraude en of corruptie? Dan antwoordt 2% dat dat zo is. 62% zegt wijdverbreid en 2%. En toen ben ik nog eens precies gaan kijken, wat bedoelen die 2%? Toen bleek dat dat eigenlijk helemaal niks voorstelde. Want er was geen reële respons geweest op deze vraag. Dit raakt ook de rol van de media. Dit raakt de rol van de media. En ik denk ook dat we de media te weinig gehoord hebben in dit. Want er worden beelden gecreëerd van er is heel veel mis in de samenleving en hiertegen moeten we optreden en daartegen moeten we optreden. We horen het woord draagvlak. Draagvlak is naar mijn idee veelal een manipulatievlak. Dat wil zeggen dat we gemanipuleerd worden, de samenleving wordt gemanipuleerd in de richting van dat er iets moet komen. En wat we vervolgens zien, en dat is relevant voor de rechtsstaat. Dat als je kijkt naar die wet aanscherping, sancties, sociale zekerheid, die wet die drukt het bestuur weg, de afweging van het bestuur. Ik heb gesproken met ambtenaren bij al die uitvoeringsorganisaties en die zeiden, wij voelen ons met de rug tegen de muur. Want wij hebben volgens de wet helemaal geen ruimte om redelijk te zijn. Wij moeten onredelijk zijn. De wet legt ons op dat we onredelijk zijn. En dat is een heel veeg teken. Dat kunt u in dat rapport van de ombudsman, wat heel zorgvuldig is opgesteld, waar ik grote bewondering voor heb, kunt u dat precies ook terugvinden, dat dat zo is. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks. Er komt een zaak uiteindelijk bij de Centrale Raad van Beroep en die doet in november uitspraak. En die zegt, ja, er moet proportionaliteit zijn tussen de straf en wat er mis is gegaan. Er moet sprake zijn van menselijke maat, zeg ik dan. Maar die is er niet, want het bestuur voelt geen ruimte en eigenlijk probeert de wetgever steeds vaker de rechter in het bestuursrechtelijke buiten de deur te plaatsen. En neem de hele decentralisatieoperatie die aankomt, waar het besluitbegrip weggeschreven is en men komt met een melding waarvan niemand eigenlijk weet wat de betekenis daarvan is. Hoe zit het dan met de toegang tot de rechter? De Tweede Kamer heeft deze wet aangenomen. De Eerste Kamer heeft deze wet ook aangenomen. Hoe komt het nou dat iets waarvan je van tevoren weet dat het zo misgaat, dat dat aangenomen wordt in dit politieke theater? Er zijn politieke keuzes gemaakt bij het regeerakkoord. Men volgt, naar mijn mening, het onderbuikgevoel van fraude is een schande, daar moeten we ernstig tegen optreden. Maar wat blijkt van alle gevallen die men identificeert als fraude, blijkt 68% berusten op de wet is zo ingewikkeld, men snapt het niet. De systemen zijn zo moeilijk toepasbaar dat men niet eraan toekomt enzovoort. Dus heel weinig fraude. Hoe kan dit nu? En dit stemt mij wel droevig over zeg maar, de democratische rechtsstaat en dan niet De democratie zoals de heer Adams die noemt, maar zoals die uiteindelijk werkt. Want er zijn veel meer onderwerpen die ik kan noemen als het gaat om de bevoegdheden in de strafsector, het preventief optreden, als het gaat om het hanteren van data, als het gaat om het onderwerp participatie, als het gaat om de vraag hoe we omgaan met vluchtelingen. Want dan kom ik bij een heel belangrijk punt wat ik steeds als kompas heb gebruikt voor mijn beoordeling van hoe het ervoor staat. Wat beweegt mensen in onze samenleving nu eigenlijk?
ieder kwartaal publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau het continu onderzoek burgerperspectieven. En van kwartaal tot kwartaal is duidelijk wat het meest leeft in onze samenleving. En weet u wat het meest leeft in onze samenleving? Dat is de vraag, hoe gaan we met elkaar om? En waar zijn Nederlanders het meest trots op? Hoe we met elkaar omgaan. Dat zou dus de leidraad moeten zijn, ook voor politiek en beleid. Hoe we met elkaar omgaan. En de economische zorgen in de samenleving nemen toe. En die naderen misschien nu ook de bezorgdheid rond hoe we met elkaar omgaan. Maar ze zijn nooit hoger geweest en eerder waren ze veel lager. Dat betekent, die geldzorgen, dat is niet het eerste. En als u kijkt naar de hele discussie over de decentralisatie, voelt u ook aan, het gaat om de vraag, hoe gaan we met elkaar om? Naar mijn mening is die vraag onderbelicht. Daarstraks, Willem Witteveen wordt terecht een paar maal genoemd. Ik denk dat het heel mooi is dat hij op deze plaats nu weer genoemd wordt. Ankie Broekers, die zei als voorzitter van de Eerste Kamer, hij citeerde hem, het gaat niet alleen om de formele kant, maar het gaat ook om welke waarden. Maar mijn vraag is, krijgen die waarden hun betekenis aan de overkant, in de Tweede Kamer? Krijgen die waarden betekenis hier, in de Eerste Kamer? Ik ben daar zeer negatief over gestemd. Het systeem werkt niet goed. Mark Cervant zei, het hangt in de touwen. Maar nu kom ik op de kernvraag. Namelijk, mij was de vraag gesteld, institutionele innovatie. Dames en heren, die is er helemaal niet. Die is er helemaal niet. We hebben een rigide grondwet. Die blijft rigide. En wat er aan de overkant beslist wordt en wat hier beslist wordt, leidt heel zeker niet tot innovatie. En dat stemt tot nadenken. Dank u. Voorzitter, mijn naam is Annieke Nieuwenhuis. Ik ben als promovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En mijn vraag gaat eigenlijk over bejegening van burgers door de rechterlijke macht. Want we hebben vandaag al een paar keer eigenlijk geraakt aan het spanningsveld dat we steeds vaker zien binnen de of bij de afronding van strafzaken. Waarbij de ene kant sprake is van grote emotionele betrokkenheid, of je zou het ook bezieling kunnen noemen misschien. En aan de andere kant de rechterlijke macht die dan achteraf en afstandelijk daarop reageert. Mijn vraag aan u is, professor Brenninkmeijer, hoe zou nou de rechterlijke macht als institutie beter kunnen inspelen op die emotionele betrokkenheid en zo de bejegening van burgers kunnen verbeteren? Dank u. Het is een belangrijke vraag. Het is ook weer de stoel die door de rechtszaal vliegt, die Maurits Barendrecht noemde. Hier zit natuurlijk een enorme spanning. Want de rechter heeft zijn werk goed gedaan en een burger is teleurgesteld. Maar we moeten ook de vraag stellen, hoe zit het met het spel van verwachtingen rondom een zaak als deze? Wij leven in een tijd waarin zeg maar, de directe behoeftebevrediging, hè, en dat is ook verbonden met de onderbuik, dat opgezweept wordt en dat ook de media daar een hele belangrijke rol in spelen. En dan moet ik differentiëren, sommige minder en sommige meer. Maar dat het idee leeft, als er iets ernstigs is gebeurd, dan moet er ook een hele zware straf volgen. Als ik nou dwars door de wereldbol ga, naar Nieuw-Zeeland of naar Australië, dan zie je dat daar men het strafrecht zo inricht dat partijen aan tafel worden gezet. En dat precies dat gebeurt wat Maurits Barendrecht zegt, namelijk die vader die had graag gehoord, ik vind het zo erg wat er gebeurd is. En dat is het enige wat past in zo'n situatie. Ik vind het zo erg wat er gebeurd is. Dat is de kern van de zaak. En ik vind dat we in onze samenleving en met name ook in het politieke mediacircuit onvoldoende aandacht hebben juist voor die uitkomst van een strafzaak. Dank voorzitter. Dank u wel meneer Brenninkmeijer voor uw mooie betoog. Ik zal eerst nog even mijn naam noemen. Mijn naam is Gert-Jan Geertjes. Ik ben werkzaam aan de Universiteit Leiden. U noemde het punt net zelf al, namelijk dat we hebben een beetje een ingewikkeld staatsrecht.
De grondwet is erg rigide, we hebben geen constitutionele toetsing. En daar komt nog eens een keer bij dat instituties op steeds kleinere meerderheden in de bevolking, in de samenleving kunnen rekenen. En ik heb het idee dat juist ook om die reden institutionele herziening heel lastig te realiseren is. En als je dan dus kijkt naar die rigide grondwet die we hebben, dan denk ik dat die hervormingen, herzieningen, vooral van de instituties zelf zullen moeten komen. En ik vroeg me af hoe u daarover denkt, hoe dat georganiseerd zou kunnen worden. Dank u. Het is natuurlijk een belangrijke vraag, hoe kunnen we tot verbetering van het systeem komen? Maar u geeft tegelijkertijd de ingrediënten aan, waardoor dat echt niet zal gebeuren. Dus mijn antwoord is, ik zie het niet gebeuren dat de instituties, de traditionele instituties van ons constitutionele recht, aan zullen zetten tot innovatie. Zoals eerder aan de orde is gekomen, tegen heug en meug heeft de minister van Justitie bij het rechtsstaatdebat in de Eerste Kamer gezegd, we zullen een commissie erop zetten. Maar dat is weer een commissie die weer een mooi rapport zal maken waar niets uitkomt. Ja. En stel u krijgt de gelegenheid om die ingrediënt iets te veranderen. Wat zou u dan veranderen? Stel, u kan echt aan de knoppen draaien. Wat gaat u doen? Om ervoor te zorgen dat we eigenlijk uit die impasse komen. De enige kracht waar we op kunnen rekenen is de kracht van 16 miljoen mensen in onze samenleving. En dan kom je terecht bij het pleidooi van de heer Adams. Maar dan kom je bij de informele structuur, veel meer de informele structuren. En die moeten de kracht ontwikkelen. Misschien dat je zou kunnen zeggen dat met het idee van participatie, zoals dat ook zit in de decentralisaties, via gemeenten er veel meer kracht zal ontstaan. En dat daardoor als vanzelf wat hier gebeurt obsoleet wordt. Veel dank. Ja, dank u wel, professor. Ik ben Jan-Wieger Eikema en ik schrijf mijn scriptie nu over de Eerste Kamer en de grondslagen ook van een bicameraal stelsel van een senaat. En u zegt net zelf al, om dingen te veranderen is het heel erg lastig hier in Nederland. En zeker ook, dan pak ik wel even de grondwet er nog bij, artikel 137, lid 4. En dat zal ik nog even uitleggen als waardeoordeel aan Kustal. Dat is een artikel dat zegt dat er 2/3 meerderheid moet zijn in de tweede lezing over grondwetswijzigingen. En waarom hebben we dat? Dat hebben we omdat we willen voorkomen dat bepaalde beginselen, grondrechten zomaar veranderd kunnen worden. Omdat dat de fundamenten zijn van onze rechtsstaat. Maar nu wil ik toch nog even naar de rol van de Eerste Kamer overstappen. Dus over formele institutionele vernieuwing. Behoudens deze beperkingen die in de grondwet zijn opgenomen, ziet u ergens wellicht in een unicameraal stelsel toekomst in verband met de huidige dublurenproblematiek van de Eerste Kamer? U schetst net zelf wetgeving die wordt aangenomen door de Tweede Kamer en vervolgens ook door de Eerste Kamer, waar wellicht de Eerste Kamer had moeten optreden als grensbewaker, als heroverweger en als principiële voorvechter van onze grondrechten, gezien het feit ook dat we geen constitutionele toetsing, et cetera, hebben. Dus ziet u toekomst in een unicameraal stelsel, zoals ook bijvoorbeeld is gebeurd in Zweden, Denemarken, het laatste voorbeeld is volgens mij Noorwegen, waar ook de Senaat wegens haar dublure is afgeschaft en dat ze zijn doorgegaan met een eenkamerstelsel. Ja, ik zal heel kort antwoorden, want ik zou hier heel veel over kunnen zeggen. Maar wat mij betreft moeten we de Eerste Kamer opheffen en constitutioneel toetsingsrecht invoeren. Dan gebeurt er wat. Maar het zal niet gebeuren. Oké, maar heeft u dan, om nog uw antwoord misschien iets meer proportioneel met mijn vraag, de lengte van mijn vraag te maken. Ziet u dan wellicht toekomst in bijvoorbeeld wat de heer Voermans voorstelt met betrekking tot een terugzendrecht van de Eerste Kamer? Dus niet alleen de novellen,
zoals we die nu kennen, met technische gebreken en dergelijke. Maar uw vraag is duidelijk en het antwoord op die vraag luidt, u doet voorstellen in de lijn van, zeg maar, schroefjes en moertjes veranderen aan de stoomboot. Niet doen. Tijd is nog voor één vraag, die meneer. Ja, ik ben bedankt voor uw mooie betoog. Ik ben Michiel Stapper. Ik werk op de Universiteit van Amsterdam, niet als jurist overigens. En wat u net zei... Ja, sociaal geograaf. Mooi. En u stelde net dat die schroefjes en broertjes zeg maar niet vervangen moeten worden. Dus waarom niet een radicaal ander iets? Schaf de Eerste Kamer af, vervang het door een burgersjury van 1000 grote burgers, zodat zij zeg maar die wetten kunnen beoordelen. Dan heb je aan de ene kant, discussie wordt waarschijnlijk beter gevoerd omdat ze niet de druk hebben om herkozen te worden. Ze zijn ook waarschijnlijk eerder geneigd om hun standpunt te wijzigen. En daarnaast heb je ook nog eens de kennis van 1000 burgers die echt midden in de maatschappij zitten, in plaats van 75 mensen die wat minder in de maatschappij zitten. Ja, leuk. Voorstel voor innovatie. Ja, dit is de gedachtenlijn van David van Rijnbroek, die ik graag omarm om zijn positieve instelling wat dit betreft. Ik denk dat we dit soort experimenten gewoon moeten doen. Dus niet de grondwetwijziging en dit introduceren. Maar laten we eens kijken wat er gaat gebeuren als we dit soort dingen organiseren. En zorg zo voor wat dynamiek die wellicht ons vrolijk stemt. Ons vrolijk stemt? Stemt. Want u zei net, u eindigde uw betoog met en dat stemt tot nadenken. Ja. Vond u deze bijeenkomst tot nu toe te positief, te optimistisch? Nee. Er zijn allemaal verschillende invalshoeken. En ik zou de betogen tekort doen wanneer ik dat op één hoop gooi en zeg. Hè. Maar wat mijn grote zorg is, en dat was ook het einde van mijn betoog, dat stemt op nadenken, is dat de kern van het probleem, dat moeten we durven benoemen. Want ja, we moeten natuurlijk ook over nadenken. Krijg ik nou morgen op mijn donder omdat ik dit gezegd heb, dames en heren? Kunt u zich dat voorstellen? Dat ik op mijn donder krijg, omdat dat meneer Rutte dat helemaal niet leuk vindt. Dat is de kern van het probleem. Dat is denk ik wel een kern van het probleem. Kun je kritisch zijn en zeggen, wacht eens, zoals het nu werkt, werkt het niet goed. En het verandert niet. Zonder lastende ruggespraak, geef hem nog een hartelijk applaus. Alex Brunsen.